Hallo allemaal, ik ben Sebastian van Heijden en ik ben verantwoordelijk voor de verkoop en de marketing van Kwekerij van Zonnegoot. Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van tuinplanten en ik wil jullie in deze film meenemen in ons bedrijf. Sinds 2-3 jaar zijn we bezig met zelf veredelen van tuinplanten. Een van de eerste resultaten die hieruit zijn gekomen is de Budleia Butterfly Candy. Dit is een vlinderstruik met een compacte bolvormige groeiwijze. En die hebben we in 6 verschillende kleuren op de markt gebracht. Een voorbeeld hiervan is Budleia Little Purple. Een ander voorbeeld is Budleia Little Ruby met een hele bijzondere intense bloemkleur. Japanse esdoorn, ofwel Acer palmatum, is een van de specialiteiten van het bedrijf. We proberen hier een compleet sortiment aan te bieden, van klein tot groot in struikvorm en van klein tot groot in stamvorm. Sinds het voorjaar van 2022 is Van Zonnegoot bezig met het introduceren van het Nature to Nature concept. Het Nature to Nature concept is een assortiment planten verdeeld onder 4 thema's. In 1 thema is het vogelthema, een ander thema het vlinderthema, het insectenthema en als laatste het bijenthema. Per thema is een assortiment planten gekozen. Ik wil jullie graag de Hydrangea paniculata switchophilia laten zien. Deze plant is in juni al visueel aantrekkelijk, deze pluimhortensia. En naarmate de tijd vordert, verkleurt de bloem van het crèmekleurige naar het rooskleurige. Eind september is deze bloem in het dieproze. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aandacht in ons bedrijf. Wij hopen elkaar snel te zien. En we hopen ook dat de partnership tussen OZ en Van Zonnegoot nog lang zal duren. Dankjewel.